is ook echt heel bijzonder, want jij bent maar liefst de 3 miljoenste bezoeker. We hebben hier zojuist in de theaterhangar onze 3 miljoenste bezoeker verwelkomd voor Soldaat van Oranje, de musical. Wat natuurlijk echt bizar is. Ja, ik vind het echt fantastisch. 3 miljoen, dat is gewoon niet te bevatten. Ja. En een paar jaar geleden was ik bij de 2,5 miljoenste en nu zijn we alweer 500.000 verder. Dat is, ja, die getallen zijn niet normaal. Volgens mij vond die jongen het ook heel leuk om deze prijs te krijgen. Hij glunderde in ieder geval. Het ging allemaal heel snel en toen was ik wel echt van wow, omdat het niet iedereen echt gebeurt. En dan gebeurt het mij toch, dat is wel speciaal. Ik heb nog nooit zoiets gewonnen, nog nooit zoiets groots. Nee, echt niet. Het was niet bij bingo, ik verloor ook altijd bij bingo, dus dat is sowieso heel vervelend. Dus dit is wel echt de eerste keer dat ik even dat gevoel heb van oké, hè, ik kan ook winnen. Ik ben iedere keer weer trots dat er zoveel mensen zitten en dat ik deze rol mag spelen. Vooral om het verhaal is het goed dat zoveel mensen dit meekrijgen van generatie op generatie. De jongen die net de 3 miljoenste bezoeker was, die heeft uiteraard een soort prachtige herinneringsplaat gekregen. Maar daarnaast hebben we hem uitgenodigd om volgend najaar bij een van de eerste voorstellingen van Soldier of Orange, The Musical, in Londen te zijn. Het was wel leuk om de koningin natuurlijk op het podium te zien dat we net haar hand hebben geschud. En dat geeft dan toch nog even die personal touch. Ik heb heel veel zin om die reis te gaan maken, omdat het natuurlijk wel een unieke ervaring is. En het is Londen. Ik ben nog nooit in Engeland geweest, dat ook. Dat is wel extra leuk, ik ben nog nooit in Engeland geweest.